Welkom bij het Haags Kwartiertje, het internetprogramma dat we voor aanvang van de Hofbar opnemen met gasten over in dit geval de biomassacentrale. Het eerste onderwerp, ook de VVD is nu om. De liberalen scharen zich achter een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. En daarmee is een ruime meerderheid van de Tweede Kamer voor zo'n verbod. Jammer? Vuurwerkliefhebbers hier aan tafel? Ja. Ja? Dus jammer? Ja, ik vind het jammer. En wat is favoriete vuurwerk? Siervuurwerk. Nou, maar dat mag dus wel. Ja, mag dat wel? Ja, dus de knallers en de vuurpijlen die worden afgeschaft. Oh, maar hoe gaan ze dat handhaven? Dan gaan rondrijden natuurlijk, gaan ze kijken. Ergens ook wel terecht, Jeroen? Ik vind het afschaffen, voor mij had het helemaal afgeschaft mogen worden. Maar ik wil niet iedereen meteen alles afpakken. Dus voor mij had een gezamenlijk vuurwerkshowtje ook wel gemogen. Ja. Want jullie zijn ook nogal van het milieu, hè? En er zitten de meren hier aan tafel vandaag. Want daarvoor is natuurlijk vuurwerk ook dat je zegt, nou, dat stoot natuurlijk ook nog wel wat uit, het een en ander. Ja, ik vind het vooral gewoon jammer dat het überhaupt zo slecht is. Was het maar gewoon oké, want ik geniet er wel van. Maar ja, het gaat nu gewoon niet meer. En wat vind je dan zo slecht? Natuurlijk de uitstoot en de overlast die mensen ja, het gevaar. Ja. Ja. En u? Ja, ik heb een beetje verschil tussen hoofd en hart. Mijn hoofd zegt, het heeft zoveel nadelen, ga dat eens wat minder doen. Maar ik was ook wel zo'n jongetje dat aan het eind van de zomervakantie al onrustig werd, omdat ik mijn vuurwerkpakket aan het samenstellen was. Ja, en inmiddels ook kinderen dan die daar... Kinderen en... die nu onrustig worden om hun vuurpakket... Maar maak je daar dan geen zorgen over? Dat heb ik wel een beetje namelijk. Als ik mijn kinderen met van die knallers naar buiten zie lopen, denk ik... Nee, zeker. Dan zie ik van die pubers met zo'n plastic zak en die steken dat vuurwerk vanuit de hand aan. En zo'n zak zie ik dan al in mijn hoofd ontploffen. En ik zie dan al die hulpverleners op tv die zeggen wat ze allemaal voor verschrikkelijks meemaken. Dus dan zegt mijn hoofd, stop ermee. Maar ergens heb ik ook nog wel dat jongetje dat het eigenlijk gewoon heel leuk vindt, vuurwerk. Marloes, heb je wel eens vuurwerk afgestoken eigenlijk überhaupt? Nee, ik zelf niet. Nee. Nee, ik heb er vooral altijd met veel plezier naar gekeken. Is het dan echt een jongetjesding eigenlijk? Volgens mij mag je dat tegenwoordig niet meer zeggen, maar... Mijn dochter vindt het wel een beetje zo. Hier mag je alles zeggen. Ja, maar ik denk eigenlijk dat het wel een beetje zo is. Want uw dochter doet het wel? Ja, ik heb één dochter die vindt het spannend en ik heb er eentje die vindt het fantastisch. Ons land mag in het buitenland geen Holland meer heten. Het Nederlandse Bureau voor Toerisme gebruikt sinds 1 januari alleen nog maar de term The Netherlands. De term Holland is voor buitenlanders makkelijker uit te spreken, maar zou ze te veel associatie oproepen met clichébeelden van klompen, tulpen en molens. Met The Netherlands wordt gehoopt ons land een moderne imago te geven. Nou, Olof, zeg het maar. Modern. Ja, vooral doen. Nee, volgens mij leef je in een heel gelukkig land als je over dit soort dingen druk kunt maken. Ja. Dus lekker doorgaan. Want het is een heel onderzoeksbureau heeft erop gezeten. Die hebben zitten schetsen. Er is zelfs een heel logo bij bedacht. Heeft geloof ik 3 ton gekost. Is dat het waard? Nou, ik vraag me af wat ze met het Heineken Holland House gaan doen dan bij de Olympische Spelen. Wordt dat dan het Heineken Netherlands House? Dat klinkt eigenlijk niet goed, hè? Ja, want ik denk dat dat uit hetzelfde reclamebureau vandaan komt. Ja. Ik ben heel lekker. Ja. Ja. Wat gebruiken jullie eigenlijk zelf? Nederland of Holland? Je gebruikt eigenlijk allemaal Nederland, toch? Ja, precies. Ja. Want Holland heeft natuurlijk... Kijk, ik kom uit de provincie, dus dat betekent dat je natuurlijk Holland associeert met de Randstad. Dus vandaar dat je natuurlijk altijd zegt Nederland. Ja, maar als je in de provincie woont, dan hoor ik heel vaak... dan hebben ze het over Holland als het gaat over het westen. Als het gaat over de Randstad. Ja, precies. Dus eigenlijk Holland is een provincie. Ja. Niet het land. Ah, zo, je zegt het al. Ja, precies. Ja. En Jeroen, klompen en tulpen, is het eigenlijk dat imago niet goed voor Nederland? Ja, ik kan me voorstellen als je een shop in Amsterdam hebt, dat dat hartstikke goed is. Dus ik weet niet wat er dan daar met al die spulletjes gebeurt. Ja. De luchtvaart in Nederland kan alleen nog maar groeien als de uitstoot van stikstof naar beneden gaat. Dat heeft de commissie Remkes bekendgemaakt. Nou ja, dat is een beetje eentje in jullie straatje, hè? Want de stikstofuitstoot, dat gebeurt dus natuurlijk bij biomassacentrales ook. Althans CO2 en fijnstof. Deze zagen we eigenlijk wel aankomen. Want ja, je kunt niet doorvliegen en ondertussen alle bouw platleggen en alle van dat soort maatregelen nemen. Klopt, je kunt niet alle sectoren dwingen om te verduurzamen, waar trouwens hele goede redenen voor zijn, en zeggen vliegt hij maar lekker verder. Dus het is hartstikke goed dat ook de luchtvaart gaat verduurzamen. En als het niet lukt om de luchtvaart te verduurzamen, dan moeten we met de trein of met de auto. Heeft u eigenlijk vliegschaamte? Nee. Helemaal niet? Nee. Vliegt er eigenlijk liever nog meer dan daarvoor? Nou, ik vlieg alleen als het functioneel is. Recalcitrant gewoon. Ja, precies, daar zit wel iets in. Ja? Nee, heel kijk, hard op verjaardag vertellen dat u weer gaat vliegen. Nee, ik heb er absoluut geen schaamte over, omdat ik voor mezelf weet dat ik vlieg wanneer het nodig is. Ja. Maar om nu te zeggen, ik ga me voor iets schamen, dan moet je het gewoon niet doen. Ja. Zo simpel is het. Maar u doet het wel volop? Nee, niet volop. Ik probeer het beperken. Ik ben het liefst thuis. Oh, u doet wel beperken? Ja, natuurlijk. Maar ook voor het milieu?
Nou ja, dat is natuurlijk een mooie bijvangst, zou je kunnen zeggen. Maar het liefst, ja, waarom zou je gaan reizen als je het per internet of per videoverbinding of per telefoonverbinding kunt doen? Ik bedoel, ik heb weinig tijd, dus ik zit het liefst gewoon efficiënt te werken. En ja, in een vliegtuig, daar zit je te wachten op de douane, paspoort kwijt, niet vinden. Ja, dat is allemaal tijdverlies. Dus voor mij is het gewoon een kwestie van efficiëntie. Maar Loes, ik was bij jou thuis. Toen was je man er trouwens ook gewoon, hè? Dus laten we daar niks aan doen. Maar toen vertelde jij mij dat jullie van surfen houden allebei. En dat jij dat het liefst doet eigenlijk waar het warm is. Ja. Hè? Een beetje verwend kreng ben je ook wel. Ja. Maar dat doe je nu niet meer omdat je dus van toch een vliegraamte hebt. Nou, een beetje wel. Dus we doen het wel minder. Dat voor mij is even naar Londen vliegen voor een weekendje. Ja, dat vind ik niet meer oké. Okay. Nee? Maar en waarom ja, dan niet? Je kan het ook oplossen, want dan ga ik voor 4 maanden ergens naartoe. Ah, dus als je langer gaat, dan kan het wel. Ja. Ik heb het idee dat als het de investering waard is, dat je langere tijd gaat, dat voelt dan voor mij in ieder geval een stuk beter. Dus Jeroen, je moet binnenkort 4 maanden mee, geloof ik. Echt slecht, ja. Ja. Heb je hetzelfde? Ja, ik heb dat ook wel, ja. Ik zou niet naar Spanje vliegen of zo, voor even een weekje surfen. Dat wordt het niet, nee. Maar dan wel voor 4 maanden? Ja, maar je vliegt toch net zo goed eigenlijk dan? Ja, ik denk alleen, hoe zeg je dat? Je hebt een hoop mensen die van die korte vakantietjes. En dan is het toch wel dat je vaker even weggaat. En ja, dat zit er, ik denk dat wij vaker dan bijvoorbeeld 2 jaar niet gaan. En dan 1 jaar wel flink gaan. Zoiets of zo. Nou, Olof, het is ook best moeilijk om alles perfect te doen natuurlijk. Ja. 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 Dus dan kies je middenweg. Ja, voor jezelf. Kan je best doen. Het is eigenlijk ook vooral van kan ik het aan mezelf uitleggen. Hè? Dat is het ook steeds, toch? Ja, voor een deel wel. Olof, heb jij dat ook? Jou. En aan mij, in dit geval. Ja. Heb jij dat ook, Olof? Nou ja, ik reis wel anders dan David. Ik reis heel graag. En ook met de trein, maar soms ook met het vliegtuig. En ja, je kunt denk ik beter inconsequent goed zijn dan consequent fout. Dus, ah, ja. Ik probeer het dan wel te compenseren. Ik vond het dus ook wel een beetje ongemakkelijk bij. Dus ik probeer het wel te verminderen. Maar bijvoorbeeld mijn schoonfamilie woont in Indonesië. Ja, het is toch ook wel heel mooi om een keertje onze schoonfamilie te kunnen ontmoeten. Ja, maar zeker als je de directeur bent van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. Ja. Dan ja. Is het toch op verjaardagen moeilijk uit te leggen dat je graag reist. En dan zeg je daar in dezelfde zin eigenlijk ook wel, maar ook wel met de trein. Ja, ja. Ja, dus maar omdat ik er zo van hou. Maar eigenlijk vlieg je ook wel heel veel. Ik vlieg wel 2 of 3 keer per jaar. Ja, dus dat is best veel. Ja, de hand geven. Van hetzelfde dus, ja. En waar dan heen? Nou ja, naar Indonesië bijvoorbeeld, naar mijn schoonvader. Ook gelijk ook ver ook? Ja, ook nog ver. Ja, ja, dus een flinke compensatie. Lekker maar uitstoot. Daarom hoop ik ook zo dat het ons lukt om net als bij bijvoorbeeld auto's te zorgen dat we gewoon auto kunnen rijden, maar dan op een duurzame manier. Dat kan namelijk met een elektrische auto. Dus dat is eigenlijk mijn ambitie, dat we zorgen dat we gewoon kunnen blijven vliegen, maar dan op een duurzame manier. Ja, ja, maar dat duurt nog wel even. Niet op biomassa, toch? Die elektrische auto hoop. Nee, een elektrische auto die draait op elektriciteit gelukkig. Dus ja. Dat is, daar kunnen we het misschien nog wel over eens worden. En is het dan logisch nu dat Remke zegt van nou, dat de Lelystad Airport, dat moet nog even in de ijskast? Ja. 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 Dat is dan wel terecht? Ja. Maar ondertussen vliegt u wel gewoon naar Indonesië. Ja. Betaalt u dan eigenlijk ook wel meer aan het ticket? Want dat kan toch? Je kan dat afkopen? Ja. Ja, KLM bijvoorbeeld doet dat heel netjes. Dan kun je gewoon een vinkje aanklikken. En dat doet u ook? Zeker. Nee, zeker. Doe ik nooit. U doet het nooit. Laten we daarmee afsluiten. Dank jullie wel allemaal. Tot zover het Haagse kwartiertje.